Goeiedag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Nigel Telting over zijn bedrijfje Telting Agriculture. We gaan een beetje babbelen met hem over wat Telting Agriculture precies doet. En natuurlijk daarmee het jong ondernemerschap stimuleren. What we need is a little Q-Time. Hi Nigel, welkom in Q-Time. Hoe gaat het met jou? Goedemiddag mevrouw. Met mij gaat het prima, met u? Ja, met mij gaat het ook goed. Laten we nader kennis maken. Vertel wat meer over jezelf. Ik ben Nigel, 25 jaar dus jong, ondernemer in de agrarische sector, waarin ik eigenlijk al 8 jaar actief ben. Mm-hmm. Oké, okay. En je hebt dus een bedrijfje opgericht, een Telting Agriculture. Je bent al 8 jaar actief. Ben je zelf begonnen ermee 8 jaar geleden, toen je 17 was? Ja, 16, 17 jaar. Ja. Nou, maar eigenlijk waren mijn ouders heel lang terug ermee begonnen. Ja. Ik ben dus eigenlijk geïnspireerd geraakt door en ben dus heel klein gestart, 8 jaar terug. Ik heb door heel veel trial and error heb ik eigenlijk mijn ervaring kunnen opbouwen. Ja. Een beetje gestudeerd daarvoor en van daaruit heb ik dus officieel eigenlijk mijn bedrijfje gestart. Oké. En Telting Agriculture, wat doe je? Wat doet je bedrijf precies? Welk onderdeel van agriculture? We maken eigenlijk gebruik van moderne teeltechnieken. Best wel bekend in Suriname genaamd hydroponics, om eigenlijk verse bladgroentesoorten aan te bieden aan de lokale markt. Ja. En je ouders zijn daarmee gestart, maar was dat meer een beetje op hobby tuinieren niveau? Nee, op commerciële schaal. Okay. Mijn ouders deden dus eigenlijk mijn familie deed dus heel veel aan zwabblad, dat heel veel te verkrijgen nu is in Suriname. Ja. Voorheen was dus dat niet het geval, maar dankzij deze manier van telen is zwabblad dus heel veel verkrijgbaar. En op die manier. Deze dus gestart en heb ik het dus overgenomen. Oké. Heel erg interessant vind ik eigenlijk als jonge mensen inderdaad in deze sector gaan. Want eigenlijk is precies. Het een niet zo'n populaire sector bij jongeren, heb ik het idee. Het is toch wel meer ICT of weet je, kantoorbanen en dergelijke. Hoe is dat bij jou gegroeid? Los van het feit dat je met de paplepel mee hebt gekregen natuurlijk, maar op een gegeven moment is er een keus die je maakt. Eigenlijk niet. Van huis uit wilde ik chefkok worden, dus dat ik daar overgestapt. Het kwam eigenlijk om het feit dat wanneer het was in mijn ouderlijk huis stond, het productiestation. Ja. Het stond daar en je staat op naast groen elke dag en zo ben ik dus geïnspireerd geraakt. En daadwerkelijk, de jongeren, wanneer ze horen de term landbouw, schrikken ze af. Maar meer omdat ze denken aan het fysiek werk dat daarmee begonnen gaat. Ik ben dus geïnspireerd geraakt dat het eigenlijk veel makkelijker kan. Dit maakt dat het veel minder arbeidsintensief is. En maakt het heel jongerenvriendelijk, zal ik zeggen, die in deze branche willen zijn. Oké. Heb je vrienden of mensen van jouw leeftijd kunnen inspireren om ook in deze branche te gaan, doordat ze zien wat jij doet? Heel veel vrienden die in deze branche willen stappen, maar het lijkt alsof de drempel daarvoor nog te hoog is, omdat ze eigenlijk nog denken aan de traditionele manier van planten en niet het feit dat het veel makkelijker te werk gaat. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus. Okay. Ja. Je ouders, werken ze nog in het bedrijf? Nee, heel lichtjes zal ik zeggen. Dus eigenlijk heb ik het een beetje, grotendeels overgenomen zal ik zeggen. En heb ik het zo door verder gewerkt en van daaruit de Telting Agriculture gestart. Je bent al 8 jaar bezig, je ouders al veel langer, maar je zegt 6 maanden geleden is het bedrijf echt gestart. Wat is veranderd in de structuur van jullie werkzaamheden? Ik doe meer aan kruidenteelt. Okay. Voorheen werd er meer slabbladsoorten geplant, bladgroentesoorten werden geplant. Maar ik ben gaan diversificeren, een beetje kruidenteelt dit ook. Maar niet alleen kruiden hoor, we werken meer op basis van vraag. En dat proberen we zo efficiënt mogelijk aan te bieden. Mm-hmm. Oké, en zijn het Surinaamse kruiden of ben je een beetje verder gegaan over de grens? Grotendeels ben ik bezig met koriander, ook wel cilantro. Laat me gelijk duidelijk maken hier dat cilantro en koriander eigenlijk hetzelfde zijn. Mm-hmm. Cilantro is de Amerikaanse, de Engelse benaming. En koriander of koriander is de Nederlandse, als wel de Aziaten dat noemen. Dus grotendeels cilantro. We doen ook slasoorten, als altijd bladgroentesoorten. En ook wel vruchtdragende gewassen. Ja. Dus denk maar aan tomaten,
komkommerachtige. Ja, ja. Oké, oké. Okay. Even over cilantro. Ik vind dat cilantro een hele typische smaak heeft. Hè? En eigenlijk vind ik het niet eens lekker. Dus het is aan de ene kant lekker, aan de andere kant denk je, huh. Het is, je moet echt een liefde hebben ervoor. Cilantro, vind ik, komt niet per se echt heel erg duidelijk voor in de Surinaamse keuken. En toch kiezen jullie ervoor om dat gewas te gaan telen. Nou, het was heel veel durf van mij als ondernemer zelf om, om cilantro eigenlijk te gaan planten. Dus ik ben er eigenlijk 4 jaar mee bezig. En 4 jaar heb ik eigenlijk de afname kunnen opbouwen. Want in het begin wilde niemand dat. Plotseling heb je iemand die het wil proberen. Een ander restaurant die het ook wil proberen. Ze zeggen het slaat aan. En dan van daaruit is het flink gegroeid. Het is eigenlijk, je houdt ervan of je houdt er niet ervan. Ai, het is een hele zwart-witte smaak. Men vindt het heeft een zeepachtige smaak. Ja. Sommigen vinden het een rubber. Anderen zeggen fio-fio, dus ik ben niet fio-fio. In het begin hield ik ook niet van de smaak, nog die geur. Dus eigenlijk vraag ik me ook af waarom ik door ben gegaan. Maar waarschijnlijk mijn ondernemersinstinct niet opgeven. Gewoon doorknallen en het is me eigenlijk gelukt. Oké. Okay. Ben jij bereid of van plan om de vrienden van jou die geïnteresseerd zijn in agrocultuur te helpen, want je hebt het gehad over obstakels. Wat voor obstakels? En kunnen ze bij jou terecht om dat je ze daar toch wel in verder begeleidt? Vrienden, familie, die heb ik eigenlijk al geholpen. En als ze dat nog steeds vragen, help ik ze graag. Ja. Ik heb voorheen met een mentor van mij, die me altijd heeft bijgestaan. Verzorgde voorheen ook trainingen. Oké, dankzij COVID is het net een beetje minder. We proberen het ook digitaal aan te pakken. Dus daarmee zijn we ook bezig. Maar trainingen die zijn redelijk verkrijgbaar. Niet alleen van ons, maar ook verschillende telers. Facebook, zoveel advertenties verschaffen ze trainingen. En voor de rest is het meer zelfs eigen studie. Als je van een school komt die een landbouwstudie verzorgt, dat is helemaal prima. Dat is ook een bijdrage. Dat je het in de drempel, ja, de drempel ernaartoe is ook veel lager als je de kennis hebt. Ja. Maar helpen, dat doe ik eigenlijk altijd. Ja, oké. Okay. Je zei dat jij... Niet dat ik twijfel en denk van, nee, liever niet. Nee. Oké. Okay. Dus jij stimuleert eigenlijk wel mensen om ook in de agrosector te gaan. Ik denk dat de hele landbouwsector die kant op moet gaan. Mm-hmm. Omdat als je maar kijkt naar die tomaat die vandaag 10 SRD is en volgende week 50 SRD. Dat komt allemaal door een simpele kwestie vraag en aanbod. Als de vraag hoger is en het aanbod te weinig, denk maar aan regenweer, weersomstandigheden. Dus met deze teeltechnieken kan je dat allemaal tegengaan. Ja, hydroponics, hè? Precies, okay. Hydroponics. Hydroponics is die cultuur waar je in die buizen plant, toch? Precies. Ja, oké. Okay. Nou, niet alleen buizen hoor. Je hebt verschillende takken. Hydroponics is eigenlijk een algemeen woord. Je hebt de drie bekendste vormen in Suriname zijn het buizensysteem, oftewel het NFT-systeem, officiële naam. Je hebt het bakkensysteem, oftewel het deepwater culture systeem. En je hebt het dripsysteem. Het dripsysteem gebruiken we meer bij vruchtdragende gewassen, tomaten, boulantje, noem maar op. Het bakkensysteem en het buizensysteem meer voor bladgroentesoorten, kruidensoorten en noem maar op. Kleine gewassen, klein gewassoorten. Ja, ja, oké. Okay. Nigel, wat is jouw toekomstvisie hierover? Wat ik met mijn organisatie eigenlijk wil bereiken is zo efficiënt mogelijk produceren om zo seizoengebaseerde prijzen tegen te gaan. Dus eigenlijk alles wat wij produceren, alle producten dat wij produceren, willen we zo efficiënt mogelijk produceren en niet te vergeten de kwaliteit moet er ook in zitten. En natuurlijk het geheel jaar door. Als je dat hebt, denk je dat het probleem seizoenprijzen, dat we dat allemaal tegen. Ja, en met hydroponics kan je dat allemaal manageable maken en in de hand houden. Zeker, dat is het mooie van het systeem. Met de kennis, de know-how en kan het zeker wel. Ja. Ik heb er belief in. En welke school heb jij doorlopen? Want je zei dat je wel hebt gestudeerd in deze richting, hè? Ja, het PGC, Agribusiness Management. Ja. Niet zozeer specifiek landbouwgericht, maar meer een beetje cijfermatig. Je hoort het wel, Agribusiness Management. Maar daar krijg je ook een stukje landbouw erbij. Dus zeker wel
Je begrijpt zeker wel hoe een plant in elkaar zit. Ja, oh nee, dat geloof ik ook, dat je weet hoe een plant in elkaar zit. Daar twijfel ik niet aan. Als ik naar jou kijk, zie ik inderdaad wel meer ondernemer dan landbouwer. En hopelijk is dat een kleine stimulans voor de jongeren die geprikkeld moeten worden om ook die richting uit te gaan. Dat het op die manier met kennis, want scholing is natuurlijk wel heel erg belangrijk, een heleboel mogelijkheden zijn voor de toekomst. Heel erg veel succes, Nigel. Je hebt ons in het vorige gesprek verteld dat je eigenlijk niet aan huis levert. Maar we zullen je toch maar proberen te checken en te stalken op Facebook om te kijken als het mag lukken. Op onze Facebookpagina kan je simpel opzoeken. Je vindt het heel gemakkelijk. Daar zie je wel de outlet stores. Wat we allemaal aan producten hebben en waar we dus afzetten. En kritiek is altijd welkom. Dat gebruiken we als driving force. Om ons product eigenlijk te verbeteren en om zo de kwaliteit te bouwen. En verder te dus groeien. Dus kritiek, dat mag altijd. Het hoeft niet op de manier als hoe men het soms aanpakt. Ja. Maar een simpel berichtje, zo snel, zo breed, dat is zeker wel. Opbouwend. Precies. Dankjewel. Heel erg veel succes toegewenst, Nigel. Zeker. It's an honor. Likewise. Hey. En blijf die jongeren doorstimuleren, hè. Zeker wel. Oké, afgesproken. Bye, yes. Dankjewel voor het gesprek. Bye, doei doei. Dat was het gesprek met Nigel Telting, een hele erge, gedreven jonge ondernemer, eigenlijk een landbouwondernemer. Ik denk dat een heleboel jongeren een voorbeeld aan hem zouden kunnen nemen. Ik moet het goed zeggen. Teltings Agriculture, dat is het bedrijf dat hij 6 maanden geleden ongeveer heeft opgestart. En je kan langsrijden en misschien daardoor ook geïnspireerd raken om dezelfde richting uit te gaan. Want hij is vastberaden om er daadwerkelijk iets moois van te maken. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. Goeiedag.